qua beroep vind mij niks. Ik vind mij geen scenarist, ik vind mij geen tekenfilmregisseur, ik vind mij geen comedian. Ik heb van alles een keer geprobeerd en ik weet ook niet wat ik binnen 2 jaar ga doen. Maar ik vind dat een heel fijne gedachte. Van al die dingen die ik gedaan heb, sowieso het leukste om te doen was waarschijnlijk Basta. Dat was ook echt spannend en je wist niet op voorhand wat dat een afloop gaat zijn. We hebben zelf eens meegespeeld met die baalspelletjes en we waren heel veel geld kwijt. Ik geloof zo'n 170 euro. En wij zijn ons daarin gaan verdiepen en naar ons gevoel is er zo van alles niet juist met de baalspelletjes. En ik kwam eigenlijk eens vragen of het misschien mogelijk was om die baalspelletjes af te schaffen. Als ik denk aan hoe dat wij begonnen zijn bij televisie, wij waren met mijn vier, met mijn neveneffecten. En wij hadden quasi nul ervaring. We hadden nog nooit televisie gemaakt, zelfs geen rubriek, niks van ervaring. En toch zijn wij toen aangenomen. En achteraf hebben ons bazen ons ook wel uitgelegd dat zij zagen in ons wel een soort van enthousiasme. Wij wouden dat gewoon heel graag en wij wouden er echt voor gaan. Je moet echt geloven in hetgeen dat je aan het maken zit en in de kwaliteit van het eindresultaat. En je moet dat in elk stadium geloven. In het begin had je nog het voordeel van, je bent enthousiast over een idee. Je voelt dat, zo die creativiteit branden in je, van je wilt dat maken, je wilt dat dat iets heel goed is. Maar je moet erover waken dat 2 jaar down the road, als je aan de derde versie aan het herschrijven bent, dat je nog altijd wel dat enthousiasme van in het begin bewaakt. Ook als ik terugdenk aan mijn eindwerk, daar heb ik ook 1,5 jaar aan gewerkt. Dat was handgetekend op papier, die animatietekening. Het waren meer dan 10.000 tekeningen, dat was zo'n stapel van op de grond. Je moet dat wel zien zitten om dat te doen. Maar ook toen was het idee van, ik denk echt dat wel eens iets goed zou kunnen worden. Dat u gaande houdt, dat ervoor zorgt dat je het niet na de 3000ste tekening al beu zit en dat je blijft gaan. Ik vind het altijd heel interessant als mensen over inspiratie babbelen. Voor sommige mensen lijkt het alsof dat een kraantje is dat je zomaar even moet opendraaien en weer kunt afzetten. Bij mij gebeurt dat meestal op eerder onbewaakte momenten. Als je even iets aan het doen bent met je handen of in de hof aan het werken of gelijk wat, dan beginnen je gedachten af te dwalen, want dan kunnen die dat. En dan kom je soms op bizarre of rare ideeën. Het idee voor onze fictiereeks, de dag die we nu juist gemaakt hebben, is gelijkaardig. Alleen komt dat uit Juliaar hoofd. Ze kon niet slapen, ze was aan het denken. En ineens had ze een idee van, als ik een keer een reeks zou schrijven die vanuit verschillende standpunten tegelijk verteld wordt. En onmiddellijk in die eerste brainstorm kwam ook het idee van een gijzelingssituatie. Omdat wat daar goed aan is voor het verhaal, is dat creëert vanaf wat dat begint een heel intense spanning. Je hebt mensen die echt voor hun leven vrezen. Het impliceert ook een afloop. Je wilt weten hoe gaat die gijzeling eindigen, goed of slecht. En zolang dat die gijzeling duurt, is die vraag niet beantwoord. En wat er ook heel goed aan was voor het vormelijk idee, is dat je hebt onmiddellijk eigenlijk al je mogelijke standpunten, namelijk je hebt een gijzeling, mensen zijn binnen opgesloten en alles wat er buiten gebeurt is een ander standpunt. Goedenavond. Vorige week zag je in Basta dat het toch niet allemaal waar is. Schrijven zelf, je gaat niet met 2 aan 1 toetsenbord gaan zitten, dus dat is een werkje dat je alleen doet. Dat is iets waar dat enorm veel tijd in kruipt. Ik denk dat veel mensen dat ook niet beseffen of zelfs snappen hoe dat kan, dat je zo lang aan een scenario werkt en dat iets goed kan worden. We hebben bijna 2,5 jaar gewerkt aan 12 scenario's, wel lange scenario's. Dat waren afleveringen van om en bij de 50 minuten. Ik weet dat ik ooit een keer aan een making-of heb gekeken van Fawlty Towers. Dat is zo lang geleden, maar die schreven 6 weken aan 1 aflevering. Mensen vinden dat gigantisch lang, ik vind dat krap. Dus dat kruipt gewoon heel veel tijd en dat zorgt er ook voor dat tijdens dat proces, dat is echt wel een soort monnikenwerk. Dat is wel
voor mij in heel dat maakproces het zwaarste geweest. Zo die eenzaamheid van dagen en nachten, vaak ook weekenden doorgewerkt om een deadline te halen, achter je computer zitten en je altijd weer opladen om eraan te beginnen. Dat kan soms mentaal wel belastend zijn, ja. Gemiddeld gezien denk ik dat ik heel lange dagen klop, al 15 jaar lang. En dat is ook niet omdat iemand dat van mij eist of verlangt, maar dat is omdat je dat, ja, dat gebeurt gewoon. Je werkt aan een creatief iets, je wilt dat dat goed is. En als jij na 38 uur te werken het gevoel hebt van het is niet goed genoeg, ja, dan werk jij de volgende week gewoon meer. Voilà, het plafond heeft beentjes gekregen. Einde. Er zijn al verschillende deuren dichtgevallen ook achter mij. Ik ga nooit een profvoetballer worden, daar is nu veel te laat voor. En zou ik ook niet leuk vinden, los daarvan. Maar ja, er zijn zoveel dingen die ik nog niet geprobeerd heb, dat wel fijn is om over na te denken.